Antibiotica-resistentie is een groot probleem. Om te voorkomen dat antibiotica-resistentie groeit en dat er meer mensen terechtkomen in quarantainetenten zoals deze, zijn we vandaag in quarantaine met... Betsy Gredley, rundveedierarts. Welkom. Dankjewel. Gaan onze handen desinfecteren. Ga je mee de tent in? Ja. Wordt er eigenlijk veel antibiotica gebruikt in de veehouderij? Nou, in de melkveehouderij waarin ik werkzaam was, werd er al relatief weinig antibiotica gebruikt. Maar de afgelopen jaren hebben we gezien dat zelfs nog weer sterk is teruggedrongen. En hoe hebben jullie dat dan teruggedrongen? Belangrijk is bijvoorbeeld ook de huisvesting van de dieren. Hygiëne is een belangrijke, een stuk stress vermijden. Maar ook proberen om de productie van de melk al voordat het dier helemaal niet meer wordt gemolken, rustig af te bouwen. En dan zien we ook wel dat veehouders daar zelf ook hebben moeten leren wat werkt op mijn bedrijf, wat werkt niet. En wij als dierenarts hebben natuurlijk ook kunnen leren van de bedrijven waar het heel erg goed ging. En die adviezen kan je dan ook weer meenemen en gebruiken om andere bedrijven te adviseren. Maar dit zijn eigenlijk alleen maar dingen die je zegt die voor de koeien veel beter klinken. Toch? Ja, uiteindelijk is het natuurlijk antibiotica terugdringen is één ding. Maar je wilt niet dat het meer zieke dieren oplevert. En nu hebben we zelfs gezien dat het ook positief kan uitpakken. Dat doordat we gedwongen waren om strikter naar het management te kijken van de dieren. Dat we eigenlijk zien, doordat we dat beter hebben opgepakt, dat het zelfs tot minder zieke dieren leidt. Waarom is het belangrijk om het antibiotica gebruik in de veehouderij zo laag te houden? We gebruiken bij dieren eigenlijk dezelfde antibiotica die we ook bij mensen toepassen. En overal waar je antibiotica gebruikt, is er risico op het ontstaan van resistentie. En alleen daarom is het al belangrijk om goed bewust te zijn van het inzetten van antibiotica. Dat we dat alleen doen als het echt nodig is. Ja, dus het gebruik bij een koe kan in de toekomst later toch ook nog weer een effect hebben voor mijn gezondheid. Ja, het heeft altijd effect op het milieu. Hoe meer antibiotica je gebruikt, hoe groter de kans is op het ontstaan van resistentie. Wat zijn nou de dilemma's waar jij mee te maken hebt als het gaat om het voorschrijven van antibiotica? Nou, soms komen we toch wel bij een erg ziek dier, waarbij een veehouder niet altijd een monster heeft genomen, of waarbij het gewoon niet mogelijk is om weefsel te verzamelen om diagnostiek op te doen. En dan moeten we toch afgaan op de symptomen van het dier en een inschatting maken van de beste behandeling. Want uiteindelijk is het ook niet de bedoeling dat we zover doorgaan met het terugdringen van antibiotica gebruik dat het dierwelzijn eronder te lijden heeft. Heb je tips voor veehouders? Hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan? Ik denk toch ook dat het belangrijk is dat veehouders met elkaar praten. Om te kijken, want je kunt altijd heel veel van elkaar leren. Dus jullie helpen elkaar eigenlijk naar boven toe? Ja, ook sommige mensen hebben opties voor de knelpunten die je hebt. Hebben ideeën waar jij zelf niet op was gekomen. Of oplossingen waar je anders in je eentje ook heel veel tijd aan kwijt bent om dat op te lossen. Terwijl je van elkaar kunt leren. Nou, is natuurlijk de grote vraag. Heb jij al een handtekening gezet? Nee, nog niet. Nee? Gaan we dat doen? Dat gaan we doen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. High five.